Ik denk die convulsie van 2008 is geleidelijk bezig om uit te werken in die wereldeconomie. Het is niks ongewoons, nie, niks het verander nie. Die economie werkt precies zo gewerkt het in 2005 en in 1895. Nee? Daar is altijd na zo'n convulsie een beetje schade. En die ontwikkelende landen het misschien meer schade geleid in zekere opzichte als een plek als Amerika. Die afname en constructie bijvoorbeeld betekent als minder behoefte aan staal of vanadium. En dat het die ontwikkelende landen, Brazilië, onszelf meer getref. Maar dat is een zekere structurele goed. Ik denk mensen in jong landen is meer optimistisch. Nee, hulle is meer ambitieus. Hulle wil hulle kinders verder laten komen in die wereld. En dat is anders dan Europa. Wat me altijd treft is in Frankrijk met studenten praat. Woensdag praat al over wat ik in Awek ga doen. Dan kom je in Indië bij een klomp ingenieurs. En vrijdagavond 18 en werken er nog. En dus ook om Indië gaan rijk worden en Europa arm. So daar is een fundamentele verschuiving in die wereld. Van energie en ambitie naar die oosten en naar ontwikkelende landen. Ik denk dat is een tendens wat ons voor de volgende 20 jaar totaal gaan omvormen. Ja, Afrika groeit vinniger dan de meeste ontwikkelende landen. Nee, Afrika is een geheel groeit typisch 3%, 4%, 5%. Het is niet een groeikoers wat je in Europa krijgt. Zo, so Afrika heeft zijn problemen uit corruptie, uit zwak sociale instellings nog. Maar het in die algemene vinniger groeikoers is enige van die ontwikkelende lande. So Afrika gaan, kom ons sê oor 50 jaar, waarschijnlijk een groter bevolking hê as China. En definitief rijker wees wat hy vandag is. Ek is redelijk optimistisch oor die continent.